Hallo, we zijn ook heel goed, beste. En vandaag een nieuwe Nieuws Mario Bros. 2. Zijn we Nieuws Mario Bros. 2? Ja, Nieuws Mario Bros. 2 voor de 3DS. Yay! En nu gaan we allemaal stelletje kinderen in Mongolië spelen. Oké, goed. En ja, ik heb deze nog nodig. Als ik weet. Kom, nee, even boeken. Nee, net gemist. Echt zonde. Oh god. Oh god. Laat mijn kist door het vuurballetjes. Ah, dat is jammer. Nog een power-up. Ik heb er namelijk even eentje nodig. Niks hierboven? Nee. Nou, ik ga proberen. We zien of het lukt of niet. Dan kunnen we naar wereld 3. Ik weet niet of precies zo wereld 3 voor de verandering het bos zijn. Dan verandert het telkens. Met 3, 4 en 5. In Super Mario Bros. 2 was wereld 4 was het bos. Toen was het bos in wereld 5 bij de Wii. En nu zou het in wereld 3 moeten. Kom. Zo, echt lekker voor jullie. Ik ben echt helemaal klaar met deze wereld. Oh, de deur gaat mysterieus open. Wat zou er zitten? Ja, een straathoer. Die een Chinees wijf steelt. Oh, het Chinees wijf is Peach. Nou, sorry hoor. Je bent zo lelijk. Daar kan ik ook niet veel aan doen. Is dit nou het bos of het strand? Dat zie ik niet even goed. Er is een Nilufse muntenjacht voor het paddenstoelpakket. Oké, gelukt. Nou, wereld 3. Is het nou het strand? Ja, wereld 3 is het strand. Maar toch, in het kasteel zat in het bos. Zou het een mix zijn? Dan is dat wel erg origineel. En heel lang. Oh, een zakken. Ja, netjes. Oh, ik heb nu niks in de inventory zitten, dus ik moet een beetje oppassen met wat ik doe. Zie je iets zitten? Nee. Zo'n leven. Nice. Wat zou jij het zitten? Oh, muntjes. Oh nee, niet daar. Nee. Maar weet je, ik heb best wel een hekel aan strand levels. Laatste tijd. Dus ik hoop niet dat ik er nog eens extra in ga falen. Zit daar een fireflower? Ja, er zit een fireflower. Ik zie het niet echt goed, want dat blokje is het laatste blokje op het scherm. Oh, ja. Oh, zit zelfs een starcoin. Nou, nu wel 2 starcoins. Wordt het alsmaar beter. Kom, laat de laatste starcoin komen. Vijftig. Wacht, ik zie hem wel hoor. Ik zie hem wel. Daar ben je. Ja, ik kan ze. Ineens ben ik goed geworden in het level. Ja, meer in de tweede wereld. Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn.
Kom op. Niet normaal. Goed. Zo, het is het. Oh nee, het is natuurlijk hier. Nou, deze stalker mag het een beetje goed. Kom op, kom op, kom op. Niet ineens het doorfaal graag. Die moeten weer alle stalkcoins beter. Op ze springen, op ze springen. Ja, nice, het is gelukt. Zelfs nog met een powerfin dit keer. Het moet echt veel beter worden, anders word ik ziek. Zo. Oké. Wat gaan we nu doen? Zal ik het level kopen of... Ja, ik zal een level kopen, die zijn altijd makkelijker. Hoest. Opslaan. Opgeslagen. Anders is er maar één level te doen. Misschien is dat juist het voordeel. Maar zo, het is niet moeten gaan zwemmen en we hebben... Ik heb schijt aan zwemmen. Maar zoals je het kunt opmaken uit deze belletjes, dat het heel makkelijk gaat worden. Of heel snel meer. Kan ik terug tegen de stroom? Nee. Wat ik ook doe? Nee. Skills. Is dat een zuiger? Zit hier een stalker of zo? Heb je een stalker? Oh, nice. Kom op. Net op de. Nice. En superster. Zo, één. Ik kan nog een leven mee verdienen ook. Oh nee. Kom op, kom op, kom op. Nee. Net op tijd, op de weken. Kom op. Ja. Serieus, kan ik ook gewoon even gewoon zwemmen? Echt zo'n droog badwaterstadje. Oh, de kleine, hoe heet dat, van die steekvarkens, die vind ik wel origineel. Die moet ik eerder zien. Ja, kom! Shit! Shit! Dat is zeker weten voor de derde starcoin geweest. Ik heb wel een lieve in mijn inventory zitten, maar dan kan ik die niet gebruiken. Dat verdwijnt hij, want ik dan echt zo van... Oh nee, dit is de derde starcoin. Dit heeft volgens mij geen secret, hoe heet dat. Dus ik denk, weet even niet waarvoor dat die was. Nou, hoe dan ook, ik heb het lucht gehaald. Nice. Oh, het is tijd voor de part of de ronde, zie ik mensen. Zijn jullie blij dat jullie niet meer naar mijn file hoeven te kijken? Vast niet, want het is hier ook echt afgelopen. En bedankt voor het kijken. In de volgende part zien jullie hoe ik 3 toren gaan doen. Doei!